Goedemorgen allemaal, welkom bij ons webinar over FSC 11 en FSC 11.1. Ik ben Arno en samen met mijn collega's Geert en Erwin zullen wij dit webinar verzorgen. Zoals gezegd gaan we het hebben over FSC 11 en FSC 11.1 en nieuwigheden daarin. En wat vandaag op het programma staat, zijn de volgende items. Ons extranet en de GDPR, ofwel de AVG in het Nederlands. De mobiele app. We gaan ook een stukje kijken naar gamification. Hoe je het CRM kan gamifyen. Een nieuwe functionaliteit, de quotation builder, gaan we eventjes kort toelichten met een demo. En ook kijken we even naar een mooi middel om te rapporteren via de Business Intelligence. En als laatste sluiten we af met een Q&A. Goed, heb ik gezegd een half uur voor de presentaties, dus we gaan er snel aan beginnen. We beginnen met collega Erwin. Goedemorgen allemaal. Nogmaals, mijn naam is Erwin ten Hoeve. Ik ben de account manager, een van de account managers voor FSC Nederland in dit geval. Waar ik u mee wil nemen is het AVG-verhaal. En het AVG-verhaal, hoe wij als FSC dat hebben geregeld. De nieuwe wetgeving die sinds afgelopen mei actief is. En hoe wij als FSC jullie daarmee kunnen helpen. Om die naleving goed te kunnen opvolgen als klant van FSC zijnde, hebben wij ervoor gezorgd dat wij onze klanten een module kunnen aanbieden, zodat jullie klanten uiteindelijk weer zijn of haar gegevens zelf kunnen beheren. En dat gaat dan over de basisgegevens van de persoon, dan wel de profielen van een persoon. Daarvoor hebben wij de Comfort Module. Dat is een externe module die bovenop FSC gebouwd is en eigenlijk in het extranet gebouwd is. Het extranet van FSC die standaard gemaakt was om incidenten te registreren, dan wel te communiceren over incidenten. En die is uitgebreid met deze module. Het is een self-service toegang. Dus klanten kunnen zelf daarop inloggen. Hè, of wij kunnen in dit geval de klanten daarvoor toegang geven. En wat zij daar kunnen zijn eigenlijk hun eigen persoonlijke gegevens. Hè, naam, straat, adres, functies, mobiele nummers, gsm. Of, dat is hetzelfde natuurlijk, mobiele nummers. Maar bijvoorbeeld ook in dit geval kunnen zij dus de gegevens verwijderen, dan wel bewerken. Nou, die gegevens worden rechtstreeks in de database van FSC ook bijgewerkt. Dus dat is een geautomatiseerde synchronisatie. Nou, korte demo ervan. Hoe hebben wij dat geregeld? Ik ga even van scherm wisselen. Deze. Wat u hier ziet is een inlog op het extranet van FSC. Ik ben op dit moment in de vorm van Geert ga ik inloggen. U ziet dat er bij ook social logins bestaan. Dat u via de LinkedIn, Facebook of Google of Twitter kan inloggen. U kan ook zeggen van weet je wat, ik ben een nieuwe gebruiker. Ik ga op extranet.fc.com inloggen. Dan wel uw eigen extranet wat wij aan uw FSC koppelen. En uw klant kan zelf een account hier op aanvragen. Nou, maar dat ik hierop inlog, dan komen we in het scherm terecht waarin veel klanten dit gaan zien als herkenbaarheid, hè, waarin de incidenten geregistreerd worden. Hè, waarin de incidenten wordt overcommuniceerd met u als klant. We hebben hem zelf uitgebreid met trainingslessen, waarin de trainingslessen, hè, om even kort door te geven waarom wij op de trainingen hè, klanten ook hun training kunnen opvragen en kunnen registreren. Maar het gaat mij even om deze drie vormen. Dit is de eerste, mijn gegevens. In dit geval kan Geert, hè, dus de ontvangende kant, dus de klantkant, kan zijn of haar gegevens wijzigen. Op het moment dat Geert bijvoorbeeld zegt, joh, ik wil dat dit mailadres helemaal niet bekend wordt, kan hij deze gewoon weggooien. En dan kan hij eventueel zeggen, joh, deze mogen zij wel voor me hebben. Geert@hotmail.com kan hier gewoon ingevoerd worden. En hij kan zelf zijn gegevens bijhouden. En kan eventueel zeggen, van, weet je wat, ze hebben helemaal niet nodig meer om te weten dat ik in Ridderfoorde woon. Gooi ik dat ook weg. In dat geval klikken we hier op bewaren. En die gegevens zijn voor de klant, dus in dit geval Geert, is het gegeven nu aangepast. En in de FSC database is deze nu ook rechtstreeks aangepast.
Hier zitten dus geen mensenhanden tussen in dit geval. Nou, daarbij hebben we een onderwerp en dat heet Mijn Abonnementen. En Mijn Abonnementen, dat zijn eigenlijk de profielen zoals wij die in FC kennen. De profielen die aan of uitgezet kunnen worden, waarin de klantkant kan zeggen, ik ben wel of niet meer geïnteresseerd in bepaalde mailingen van uw bedrijf. Nou, stel dat ik zet deze uit en ik kan zeggen, weet je wat, ik ga deze weer save my preferences. En ik zeg, de preferences were saved. Oké. En ook dit is weer direct doorgevoerd in de profielen van FSC. En als laatste, en misschien ook wel een van de belangrijkste, zit hier onder de knop Mijn Geschiedenis. Hier wordt straks getoond wat de persoon gedaan heeft. Die heeft dus in dit geval een e-mail 2 heeft die verwijderd. Je ziet dat in dit geval de linken zijn verwijderd met deze twee profielen. En uiteindelijk, deze knop kan ook nog gebruikt worden. De Forget Me knop. Nou, wat houdt dat in? De Forget Me is voor ik wil vergeten worden. Ik wil uit jullie database weggehaald worden. Nou, het is niet zo dat op het moment dat de klant zegt, ik gooi dit weg, of ik klik deze knop aan, dat die dan in dit geval ook rechtstreeks verwijderd wordt. Nee, de klant krijgt eigenlijk een incident die hij aan kan maken. En kan eventueel zeggen, standaard wordt hier I want to be forgotten aangegeven, maar die klant kan ook zeggen, om wat voor reden die eventueel zou willen verwijderd worden uit de database. Uiteindelijk verzendt hij het incident en deze komt binnen bij de desbetreffende verantwoordelijke van uw organisatie, die in dit geval ervoor moet gaan zorgen dat deze persoon ook uit de database verwijderd gaat worden. Nou, dat is even wat wij als FSC dus aanbieden om uiteindelijk de klant de direct toegang te geven tot zijn of haar data. Even terug naar de presentatie. Als volgende, u ziet hier wat voorbeeldschermen nog. En waar het mij om gaat is deze, de Comfort Module op maat maken voor klanten. Dat hebben wij voor een goede klant van ons gedaan, CPI Governance. Ik heb toestemming gekregen om even op hun omgeving in te loggen. Niet de FC-omgeving, maar juist op hun internetomgeving. Om te laten zien wat wij zouden kunnen doen. Dat is nogmaals het extranet zelf van FSC, dus de Comfort Module, wordt standaard ingebouwd in het extranet. Jullie kunnen als klant er ook voor kiezen om het volledig in jullie eigen website op te nemen. Ik ga het even laten zien. Nou, we hebben hier een testaccount. Dus ik ben de gebruiker jkr@fsc.com met zijn of haar paswoord. En ik zeg hier sign in. Wat zie ik hier op het moment dat ik inlog? Ik krijg direct de profielpagina van mijzelf. Dus in dit geval even als voorbeeld kan krijgen. Die in dit geval, onder risk, heeft hij een aantal profielen heeft hij aan of uitgezet. Hij heeft, op basis van finance heeft hij wat dingen aan en uitgezet. Op basis van governance en compliance. Nou, zo zijn er een aantal voorbeelden hier. Dus ook hier ziet u bijvoorbeeld ook de talen die gesproken worden of die hij goed kan. Maar die persoon kan hier onderin zijn of haar profiel zelf bewerken. Op het moment dat hij dit doet, kan die in dit geval eigenlijk alles gaan aangeven. Dus ik kan zeggen, ik heet geen krijger meer, maar ik heet krijger Jansen. Ik noem even. Ja. En kan het invullen. En kan daarbij ook zijn of haar profielen aanpassen. Ik krijg een uitklapscherm. En hier ziet u dat de drie mogelijkheden voor de profielen zijn. Voor development of risk appetite heeft hij drie mogelijkheden. Nou, zo heeft hij voor alles een mogelijkheid en kan hij uiteindelijk zeggen, I want to continue. En uiteindelijk wordt al deze data ook weer rechtstreeks in de database opgeslagen. Nou, dit is niet de kennis van FSC. Dit is de kennis die de websitebouwer heeft, hoe hij de data uit de FSC database moet halen en ook weer kan ontvangen in dit geval. Ja, dus op deze manier zou je het ook kunnen doen. Nou, dat was even het gedeelte voor de GDPR en de AVG. Voor is het aan Geert om even wat meer over de mobiele app te vertellen. Goedemorgen, mijn naam is Geert Versavel. Ik ben Sales Account Manager voor Vlaanderen en Nederlandstalig in Brussel. En ik ga inderdaad nu even vertellen over onze mobiele app, die sinds FSC 11 beschikbaar is. En die u gratis kan downloaden uit de store via iOS of Android. Daar kan u telkens beroep doen op deze app. Deze app is een mobiele toepassing die volledig configureerbaar is voor elke klant. Er zal dus eigenlijk ook geen enkele versie
hetzelfde zijn, omdat je eigenlijk de kleurtjes kan aanpassen zoals u ziet op het scherm. U kan bepalen welke modules er al of niet voor u toegevoegd worden in de mobiele appomgeving. En dan spreken we over de modules zoals bedrijven, contacten, documenten, opportuniteiten en zo verder. Misschien kunnen we het even tonen aan de hand van een klein filmpje met zelfs een beetje muziek bij, zoals u daar zegt. Hè. Je kan daar natuurlijk. Aanpast in de app, het ook uiteraard beschikbaar is in de FSI-omgeving zelf. Nogmaals, dus deze app is gewoon te downloaden via de store vanaf versie FSI 11. Gamification, ook dat gebaseerd op de tool Pick Me Up, die we enkele jaren geleden overgenomen hebben of geïntegreerd hebben, hebben we niet stilgezeten en wordt er meer en meer integratie vanuit onze CRM zelf opgebouwd met de gamification tool. De gamification, wat kan dat doen voor u? U kan binnenin FSI of de gamification tool gaan werken met verschillende rollen. We hebben teamleaders, maar je hebt ook natuurlijk de personen die effectief de game gaan spelen. We hebben natuurlijk ook te bepalen over welke entiteiten dat het gaat. Dit kan gaan over acties. Bijvoorbeeld, ik heb een prospect bezocht en ik krijg bijvoorbeeld 20 punten daarvoor. Dit kan gaan over het behalen van bepaalde targets, cijfermatige targets, maar ook aantal opgeloste cases bijvoorbeeld. Dit kan opgezet worden in challenges tussen teams, tussen collega's. Dit kan opgezet worden in soort van quizzen en rewards. U ziet daar op het scherm al een kleine screenshots binnen in FSI. We zullen het zo dadelijk ook even in onze eigen FSI-omgeving gaan tonen. Dit is bijvoorbeeld een landkaart die we daar dan hebben opgemaakt, omdat u dan op een heel eenvoudige manier zou kunnen zien waar u zich bevindt in het traject om uw punten te halen, om uw targets te halen. En op deze manier kan u dan eigenlijk uw progressie zelf makkelijk gaan opvolgen. De bedoeling is natuurlijk dat de teamleader ervoor zorgt dat er goede incentives aangekoppeld zijn, zodat de mensen, de gebruikers, effectief kunnen gaan spelen en uitgedaagd worden. Dit is nog een ander screenshot, maar ik stel voor dat we eens even in FSI zelf gaan kijken hoe dat het daar is opgebouwd. Daarvoor ga ik even naar onze omgeving in een demo database. Ja, hier is hij. Waar ik dus effectief in mijn startscherm, in mijn dashboard, deze iconen kan terugvinden. Waar ik effectief ook weer kan gaan zien van oké, ik sta op welke plaats, wat zijn mijn resultaten van de voorbije 2 maanden. Op welke periode wil ik het bekijken? Ik kan eventueel ook op deze schatjes klikken, waardoor ik dan eigenlijk ook weer in de map terechtkom die u daarnet kon zien via het zoekscherm in de presentatie. Hier heb ik weer meer mogelijkheden. Hier kan ik het dashboard terugvinden van kijk, ik sta nog aan het begin en ik moet eigenlijk aan de schatjes geraken. Wat zijn mijn behaalde resultaten? Wat zijn mijn eventuele trofeeën die ik behaald heb? Wat is mijn algemene score?
En op deze manier kan ik effectief alles gaan opvolgen vanuit een geanimeerde dashboard. En kan ik ook natuurlijk het klassement gaan bekijken van de verschillende collega's. Even terug naar de presentatie. Hierbij komen we aan het volgende stuk in de presentatie. De quotation builder, ook een van onze nieuwe functionaliteiten binnen FSI 11.1, maar daar laat ik graag het woord terug aan Erwin. Goed, de quotation builder, een nieuwe module die we in FSI hebben gebouwd, op de opportunity module. Wat jullie hier zien is dat we alles in één een oplossing gemaakt hebben, om eigenlijk gewoon meer overzicht te creëren van wat ga ik precies aanbieden. Je ziet hier bijvoorbeeld ook in de presentatie hier een subtotaal hebben, wat ik kan toevoegen bij een product. We hebben hier een Tesla die we verkopen met in dit geval een autopilot. En voor dit bedrag gaan we dit verkopen. En uiteindelijk zou ik bijvoorbeeld die long battery als een optie kunnen opnemen, waardoor uiteindelijk een bepaalde prijs hier onderaan terechtkomt. Net dat de offerte wordt samengevoegd vanuit FSI, kan het er bijvoorbeeld zo uitzien. Nogmaals, dat heeft alles met opmaak te maken. En in dit geval heeft hij daar zelf natuurlijk ook de hand in hoe iets eruit moet komen te zien. In de huisstijl zoals jullie dat wensen. Oh, excuus. Ik zal het heel even in FSI laten zien. Even kijken. En we gaan daarvoor even een demo erbij pakken. En dat is de demo quotation builder. Nogmaals, aan dit scherm is er niks veranderd. Dus het is nog steeds gewoon het scherm zoals we die als FSI gebruiken binnen de opportunities. Ik kan hier nog steeds een productoverzicht kan ik hier zien. Het enige is, als ik met dat ik nu hier naar bewerken toe ga, dan ziet mijn productenscherm er anders uit. Hier ziet u eigenlijk al het verschil. In dit geval heb ik een aantal voorbeelden gezegd. Ik heb in dit geval, ik ga Cloud Premium aanbieden. Met in dit geval een Cloud Enterprise en een Technical Consultancy van een dag. En dat totaal brengt zich op €2.550. En daarbij heb ik met in dit geval de prospect afgesproken. Ik ga u een aantal opties ook aanbieden. Wat een aparte berekening heeft, in dit geval de totale optelling, wel in dit geval van de totale opties €8.100 maakt. Nou, hoe werkt dit? Stel dat ik zeg van ik wil daar nog een product toevoegen, dan kan ik hier zeggen van klik hier. Of ik ga een titel toevoegen die ik er bovenin kan zetten. Of ik ga een product of een optioneel product ertussen zetten. In dat geval klik ik hier. En natuurlijk vraagt het systeem van maar welk product wil jij dan als optie gaan aanbieden? Nou, in dit geval de service card van 10 dagen. En die komt er automatisch onder te staan. Ik zeg, nou, dat is er in dit geval. Precies. Dat is de eentje. Tap. En u ziet, automatisch komt hier een berekening bij. En ik kan deze ook in de boven zetten. Waardoor die uiteindelijk ook hier in de reeks wordt meegenomen. En ik zeg hier, sla maar op deze. Okay. Zo. Nou, vanuit hier kan ik nu in één klap zeggen, ga nu in dit geval maar de offerte genereren. En ga die offerte genereren op basis van alle opties en dergelijke die ik gemaakt heb. En hem bouwt in dit geval gewoon het Word-document, zoals we gewend zijn. Nou, op het moment dat het document gemaakt is, kunnen we natuurlijk het document ook gewoon weer openen en bewerken. En ik zal net naar de pagina toe gaan, zoals die in dit geval erin is gezet. Even geduld. Dit wordt beloond. In dit geval echt even naar beneden toe. Zo. Ziet er allemaal nog niet heel keurig uit, maar ik ga het even laten zien. Zo. Er zit een kleine vertraging op de presentatie van nu te zien. We hebben het weer opstaan, maar ja, daar was die. Excuus, schuif er even terug. 1, 2.
Zoals je hier ziet, zijn alle opties daaraan opgenomen. Dus het gedeelte bovenin met de vaste producten en onderin eigenlijk alle opties die erin mee zijn genomen met een totale optelling. Dus dit is vanuit FSC via de quotation builder in dit geval ingebouwd. En deze functie is ook vanaf versie 11 gewoon beschikbaar. Nou, als laatste gaan we het nu even hebben over de business intelligence. En dat zal Geert weer even voor zich nemen. Ja, de business intelligence binnen in FSC CRM, is sinds enkele tijd gebaseerd op onze ClickSense integratie. Sommige van onze klanten werken daar inderdaad al mee en kennen deze tool ook al. We hebben ondertussen enkele nieuwe dashboards ontwikkeld rond projecten en marketingomgeving. Maar u ziet ondertussen de geanimeerde slide bezig. We gaan zo dadelijk ook even real-time in het systeem kijken. Maar hiermee kan u eigenlijk op een zeer dynamische manier in real-time al uw activiteiten en evoluties binnen uw FSC CRM gaan opvolgen. Dit kan op alle velden, op alle data met andere woorden, die aanwezig zijn binnen onze CRM-applicatie. En kan u dus effectief ook gaan gebruiken om presentaties op te maken. En dat gaan we zo dadelijk even gaan demonstreren op een snelle, korte manier. En even kijken. Ik ga daarvoor even naar de demo-omgeving. Ik ga even zeggen van kijk, ik heb die rapporten nodig. Waar? Deze info. Ik ga beginnen met de forecast en sales dashboard. Ik roep deze dus op vanuit FSC. Op deze manier krijg ik binnenin een FSC-scherm, zoals je ziet, onze dashboarding tool te zien, waarbij dat u de gegevens uit de CRM-applicatie opgeladen wordt. Blijkbaar zien jullie het nog niet. Hij is nog even aan het laden dan het scherm, maar komt er zo dadelijk wel aan. Een klein momentje alsjeblieft. Ondertussen, terwijl het rapport aan het laden is, kan ik misschien nog ook even aangeven dat het mogelijk is dus om deze rapporten te gaan beveiligen en te definiëren wie al of niet het rapport mag gaan bekijken, uiteraard. Het is ook uiteraard mogelijk om je te abonneren op het rapport. Te zeggen van kijk, ik wens een rapport of een dergelijk item te gaan ontvangen binnen de x aantal tijd in een PDF-formaat en of XML-formaat. Ik ga even het rapport afsluiten, want blijkbaar is het nog niet doorgekomen. Ik ga er nogmaals op klikken om te kijken of dat een verbetering geeft. De wet van Murphy uiteraard. Hè. Ik neem even een ander rapport om te kijken of het eventueel aan dat rapport ligt, maar we gaan het blijven proberen tot we doorkomen uiteraard. Ik ga ondertussen even terug naar die PowerPoint-presentatie gaan, om van daaruit verder te kunnen gaan vertellen. Aan de linkerzijde ziet u dus effectief de schermen verspringen. Het is gebaseerd op uw klikgedrag. Hè. Dus als u zegt van kijk, ik klik op een lijntje of ik klik op een bepaalde dashboard, dan gaat het rapport zich automatisch gaan aanpassen aan de selectie die u gemaakt heeft. Die selectie die wordt dus gebaseerd door vastgelegde waarden. Dat kan op elk veld gebeuren, dat kan op combinatie van velden gebeuren. Daardoor kan u gaan doorklikken. Eens dat u uw selectie gemaakt heeft, kan u ook weer gaan verder doorklikken op eventuele nieuwe dashboard, om dan weer op andere grafieken zichtbaar dat te kunnen gaan tonen. Ik zie dat het rapport er ondertussen is, dus we gaan even naar die dashboarding toe. Dit is onze project dashboard bijvoorbeeld, waar ik nu de mogelijkheid dus heb om te gaan zeggen van kijk, ik selecteer dit, ik selecteer die waarde, ik selecteer die waarde en ik ga die gegevens bewaren. Vervolgens kan ik deze waarde gaan ombouwen of gaan omzetten dus in een geselecteerd ander dashboard. Dat dashboard is natuurlijk een vooraf opgemaakt werkblad,
waar ik dus mijn selectie opnieuw kan op loslaten, om bijvoorbeeld te zeggen van, kijk goed, ik wil dat nu in een quarter overview gaan bekijken. En jij hebt het dus gebaseerd op mijn query-resultaat, die je hier nog altijd steeds bewaart, effectief opnieuw een rapport gaan opbouwen, maar dan in een andere layout, waar ik opnieuw kan gaan doorklikken, waar ik opnieuw kan gaan doorscrollen, waar ik opnieuw andere waarden kan gaan aanduiden. Vandaar de naam natuurlijk ook klik, hè, omdat u doorklikt op. Dit is onze CRM, FSI CRM dashboarding tool, waarmee dat we toch een sterke dashboarding klikgedrag analyses kunnen gaan uitvoeren. Wat ook heel leuk is, dat u eigenlijk als gebruiker heel makkelijk presentaties kunt gaan maken van hieruit. Hè. U kan zeggen van, kijk, ik ga hier een nieuwe presentatie maken. Ik zeg maar van, kijk, oké, ik druk op de knop nieuwe presentatie. Ik geef een naam. Ik geef eventueel een korte beschrijving en mijn presentatie is op zichzelf bewaard, geen enkel probleem. Ik heb nu de mogelijkheid om te zeggen, ergens in het rapport, ik ga daar met de rechtermuisknop op klikken. Ik ga een foto nemen. Ik neem een foto hiervan en ik wil bijvoorbeeld dit gaan bewaren. Ik kan eventueel bij die snapshot ook nog een tekening toevoegen, al of niet. En zo kan ik eigenlijk van verschillende aspecten snapshots nemen. Ook uit andere dashboards die ik eventueel oproep. Het hoeft dus niet binnen deze dashboard te blijven. Maar als ik zeg van, kijk, oké, ik heb Q4 aangeduid, Q3 aangeduid en ik ga weer een nieuwe dashboard of een nieuwe werkblad gaan openen, dan kan ik nadien, wanneer ik mijn presentatie opmaak, als we even deze presentatie erbij nemen, dan kan ik op een heel eenvoudige manier mijn genomen snapshots nemen en kan ik gaan zeggen van, oké, ik ga dat op die plaats zetten, ik ga deze snapshot eventueel nog toevoegen, namelijk ik ga deze toevoegen en ik ga dat in die bepaalde layout gooien en zo kan u dat eigenlijk helemaal gaan opbouwen. Zo kan u verschillende werkbladen maken, kan u uw presentatie afspelen of uiteraard kan u ook gaan zeggen van kijk goed, ik wil daar nog dat gaan exporteren naar een PDF, ik wil hem dupliceren, maar heeft u verschillende mogelijkheden. Dus op die moment heeft u eigenlijk een hele sterke tool om op basis van uw data, uw geanalyseerde FSI-data, dankzij onze business intelligence tool, presentaties in een handomdraai te gaan maken. Ik ga even terug naar de omgeving. Dus op dit moment hebben we enkele rapporten waarin dat we dus de projecten, de marketing, maar ook onze helpdesk functionaliteit, onze sales module, als ook het gebruik van FSI, dus wie heeft er zoveel keren ingelogd, welke activiteiten heeft hij gedaan. Maar u kan ook even goed onze dashboarding business intelligence tool gebruiken om bijvoorbeeld uw data te controleren, uw datakwaliteit te controleren in de database. Bijvoorbeeld van, zijn alle opportuniteiten met de juiste formaat van datum ingevuld? Zijn er geen die nog in 2081 staan in plaats van 2018? Dus u kan op een heel eenvoudige manier ook dergelijke tools gaan gebruiken binnen deze dashboarding tool. Goed, dat waren denk ik wel zeer duidelijke en heldere demonstraties van de verschillende nieuwe functionaliteiten in FSI 11 en FSI 11.1. En ook mooi binnen de tijd gebleven. Er zijn een paar vragen binnengekomen. Een van de eerste vragen was van Anne van Damme. En Anne had een vraag met betrekking tot de mobiele app. Of de customizations ook worden mee overgenomen in de mobiele app. Ja, het is inderdaad zo dat de customizations kunnen mee overgenomen worden, maar het is een eerste versie van de app. Hè, en daarmee zijn alle standaardvelden die aanwezig zijn, die kunnen inderdaad ook opgenomen worden binnen de mobiele app-omgeving. Hoe werkt het voor de mensen die eventueel al eens zelf velden of formulieren hebben aangepast binnen FSI? Op dezelfde manier ook voor de app. Dus je krijgt in onze Confessie-module, wat eigenlijk de toegang is voor onze, laten we zeggen, beheerders, databasebeheerders, administrators. Daar heeft u de mogelijkheid om uw formulieren aan te passen. Heeft u ook de mogelijkheid om effectief te zeggen van die en die velden moeten inderdaad op de app komen. Het is niet zo dat wanneer u een nieuw veld toevoegt binnen de FSI-CRM-omgeving, dat die automatisch ook in de app staat. Dus u heeft altijd de keuze van, wordt die daarin geactiveerd, wordt die daarin niet geactiveerd. Oké. Ik hoop dat dat een duidelijk antwoord is voor jou, Anne. Rachid had ook een vraag in verband met de browsers. Hij zegt, ik merk op dat je in Internet Explorer werkt, maar is FSI ook bruikbaar in andere browsers? Ik denk dat
Klopt, het is een Internet Explorer, heb ik inderdaad gebruikt. Nu, FSC is een web-based applicatie. En wij ondersteunen zowel Safari, Firefox, Chrome, Internet Explorer, zoals u gezien hebt, maar ook Edge. Dus de meeste moderne browsers worden ondersteund. Mocht u met een of andere exotische browser werken, het kan goed zijn dat FSC daarin werkt, maar die wordt niet gesupporteerd. Dus is enkel Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Safari die gesupporteerd worden. Dan is er nog een vraag van Mark. Mark heeft een vraag met betrekking tot de klikrapporten. Of hij die ook zelf kan opstellen of dat door FSC gemaakt moet worden. Ja, eigenlijk is het antwoord daarin tweeledig. Op het moment dat, dat de app of eigenlijk het rapport in onze cloud staat, dan standaard gaan wij de opzet voor jullie doen. De eerste opzet wordt eigenlijk door een medewerker van ons projectteam gedaan. Maar daar maken we wel onderscheid in het gebruik van het rapport. Je hebt namelijk een zogeheten view licentie en je hebt een edit licentie. En in de view licentie, nou, daar kan ik geen enkele aanpassing doorvoeren. Dus ik kan niks zelf doen. In de edit licentie wel. Dan kan je zelf bijvoorbeeld zeggen, ik ga extra tabbladen maken op basis van de data die beschikbaar is gemaakt in Klik in dit geval. Dus er zal goed met degene gesproken moeten worden die als eerste het rapport ontwikkelt. Welke data wij vanuit FSC beschikbaar stellen in de klikomgeving. Nou, eigenlijk is mijn advies voor jou, maak het gewoon zo uitgebreid mogelijk, waardoor je zelf daarna gewoon de mogelijkheid hebt om daarvoor zelf je rapporten te kunnen wijzigen. En daarbij is het zo, en ik weet niet of die vraag verderop ook gesteld wordt, er is een aparte training voor Klik, waarin je uitgelegd krijgt wat je allemaal kan doen zelf met Klik. Goed, en Jeroen had een vraag met betrekking tot de QR-code, maar ik heb begrepen, Jeroen, dat ondertussen is opgelost door Gerben en Lies. Nog eventjes voor iedereen, de QR-code kan je vinden bij je instellingen en daar staat automatisch de toegang tot de mobiele app-functie staat daar. En dan komt daar een QR-code op en die kan je scannen met je mobiele telefoon. Anne-Sophie had ook een vraag met kunnen volgen van opleidingen. Kan je opleidingen volgen voor de klikrapporten? Ja, dus wat ik al zei, je kan Klik we kunnen je een opleiding Klik. In dit geval even, hoe kan je in dit geval de rapporten verder zelf aanpassen? Wat ik nog even terughalend naar het antwoord over het zelf kunnen doen. Er zijn ook klanten die zeggen, wij gaan Klik zelf aanschaffen. Maar wij willen in dit geval gebruik maken van de data die in FSC staat. Nou, in dit geval kan Gerben daar wellicht nog wat meer over vertellen, als jullie dat willen weten. Gerben Bastiaan. Die is in dit geval bij Triflex, is die zelf verantwoordelijk geworden voor Klik. En wat we daar gedaan hebben, is eigenlijk een lokale database van FSC gecreëerd. En die repliceert constant met de hoofddatabase in de cloud. En hij kan zelf gewoon zijn rapporten maken. Dus ook gebruik maken van andere applicaties. Want standaard, of voor jullie, op het moment dat je bij ons de Klik afneemt, mag er alleen geconnecteerd worden met FSC. Dus andere databases mogen daar niet op geconnecteerd worden. Op het moment dat jullie dat wel willen, dan zullen we even daar met lid van jullie desbetreffende account manager over moeten praten, wat daarin de mogelijkheden zijn. Goed. We gaan even een stapje terug naar de mobiele app. Want er zijn nog twee vragen ook met betrekking tot een mobiele app. Van Gerben, die vraagt vanaf wanneer kan je de agenda raadplegen? En Anne-Sophie vraagt of de business card scanner standaard erbij zit. De agenda is op heden raadpleegbaar in de app vanaf 11.1. Dus dat betekent van de nieuwe upgrade op 11 is die inbegrepen in de mobiele app. Dus die gaat er automatisch bij inkomen wanneer dat effectief geupgrade is. Wat betreft de business card scanner, dat is eigenlijk een uitbreiding. Dus de functionaliteit zit wel aanwezig, maar FSC of onze app heeft niet zelf de functie om de scanning te gaan toepassen. En daar wordt dan gebruik gemaakt van Camcard. Camcard is een add-on. We kunnen daar alleen maar voorstellen van, kijk, als u daar verder interesse in heeft, dat u even contact opneemt met uw accountmanager en dan kunnen wij daar de nodige informatie rond gaan verstrekken.
Ik heb een interessante vraag van Heidi. Wat met de licentierechten in het doorsturen van info uit andere applicaties, bijvoorbeeld ERP-systeem, naar de ingebouwde business intelligence rapporten? Ja, eigenlijk wat ik daarop zei, is dat alle informatie, als jullie die willen gebruiken in Qlik, moet die informatie beschikbaar zijn in FSC. Als jullie gebruik willen maken van de Qlik licentie zoals wij die aanbieden. Ronald heeft nog een vraag met betrekking tot smart inrichting van FSC. En hij geeft als voorbeeld iedere maandagmorgen een lijst op het dashboard van de accountmanagers met prospecten en klanten die te benaderen in verband met voldoen aan de criteria als laatste bezoek, laatste contact, etc. Dit is inderdaad mogelijk. Het is ook zo dat we in onze roadmap voor de volgende versies van FSC ook meer op AI gaan inspelen met best next actions en dergelijke zaken. Waarin dat je inderdaad bij het opstarten van FSC in je dashboard onmiddellijk een lijst krijgt van zaken die voor u belangrijk zijn, die voor u onder het aandacht moeten gebracht worden, waardoor dat u daar effectief heel snel op kunt gaan inspelen. Dit is ook al mogelijk in de huidige versies van FSC, maar daar heeft u waarschijnlijk een beetje beroep op ons nodig om eventueel de configuratie daarvan in te stellen. Nog een vraag over gamification van Laura. Zit dat standaard in FSC 11? Moet je daar dingen speciaal voor instellen? En zijn er ook trainingsmogelijkheden hiervoor? Trainingsmogelijkheden zijn hier zeker voor. Standaard de integratie, ja. We gebruiken daar dus eerder aangegeven onze tweede app voor, dat is Speak Me Up. En daar is ook een licentiekost aan verbonden. Die kan inderdaad reeds vanaf FSC 10 geïntegreerd worden met FSC. Alleen gaan we daar nu verder in, waardoor dat het natuurlijk ook sterker en sterker geïntegreerd wordt in de CRM-oplossing zelf. Maar die is dus inderdaad perfect beschikbaar en kan dus ook weer uitgebreid worden met een add-on licentieprijs. En inderdaad, er kunnen ook trainingen op gegeven of gevolgd worden. Goed, Frederik heeft een vraag over de upgrade naar FSC 11. Kan deze uitgevoerd worden van eender welke versie? Ja, elke versie is de upgrade naar FSC 11. Geen probleem. Ik zie dat er nog wat mensen aan het typen zijn. Wachten nog even of er nog wat vragen uit voortvloeien. Ondertussen kunnen wij u al een beetje meedelen wat we tijdens het volgende webinar gaan doen op 12 december. 12 december gaan we het hebben over business intelligence. En de Qlik rapporten. Daarvoor krijgen wij ook bezoek van Agilos die Qlik heeft ontwikkeld. Dus daar gaan we wat dieper in op die functionaliteit. En volgend jaar, het eerste webinar van volgend jaar, gaan we wat dieper in op de mailing functionaliteiten van FSC en Flexmail en de conformiteit met de GDPR of de AVG, zoals we dat in Nederland zeggen. Ondertussen zijn er nog wat vragen binnengekomen. Gerben zegt, ik zag in het voorbeeld een logo van een ander bedrijf in de mobiele app. Kan je dit zelf in de designer aanpassen? Dit kan inderdaad via de designer aangepast worden. Je kan daar de kleuren gaan bepalen welke entiteiten, eventueel ook het logo, kan in die formulieren effectief aangepast worden. Ja, okay. Wolf heeft nog een vraag in verband met Qlik. Kunnen we die ook verbinden met eigen systemen, bijvoorbeeld Excel, Google, etc. En nu is het alleen gebaseerd op FSC, maar hij wil juist graag wat meerdere bronnen kunnen raadplegen. Eigenlijk dat je kan zeker eigen bronnen koppelen op het moment dat je Qlik op je lokale server neerzet. Je hebt dus een ander type licentie vanuit ons nodig. Op het moment dat je FSC in de cloud gebruikt bij ons, en je gaat ook de rapportengenerator in de cloud gebruiken, dan moet alle informatie in FSC zelf zitten. En dan mag het niet zo zijn dat we zeggen, oké, we koppelen, even een voorbeeld, we gaan FSC aan Qlik koppelen, we gaan Exact eraan koppelen en we gaan nog een derde product aan koppelen. Nee, dat kan niet. Alle informatie vanuit bijvoorbeeld Exact moet eerst in FSC staan, waardoor het gebruik mogelijk wordt in Qlik. Ja, Bas zegt, wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen FSC 11 en FSC 11.1?
de verdere uitbreiding van de mobiele app, hè, waarmee dat u inderdaad toegang krijgt tot de agenda, waar nog enkele andere functionaliteiten aan verbeterd zijn. De quotation builder die daarin toegevoegd wordt. Flexmail versie 2, waar dat dus de GDPR-functionaliteit in onze profielen combinatie met Flexmail en FSC nog verder gaat en nog uitgebreider is. Daar raden we aan om eventueel op woensdag 9 januari dan dus zeker de webinar te volgen, omdat daar een heel groot stuk naar FSC en Flexmail omgeving gaat. Verder wordt er ook nog wel wat meer aandacht gespendeerd aan security oplossingen, security uitbreidingen, algemene ergonomie van schermen, van zaken. Wij kunnen u daar een document voor gaan toesturen wanneer dat effectief gevraagd is. Dus we gaan het doorgeven aan uw accountmanager en we bezorgen u zeker het document waar dat in beschreven staat. Goed, Lise zou graag de omgeving van FSC aanpassen met allerlei soorten grafieken en vraagt wat is de meest efficiënte manier om dit te bekomen. Misschien daar even kort op antwoorden. Ik denk dat Lies, je kan zeker met je accountmanager contact opnemen voor een afspraak en ook over de tarieven. Maar misschien even die eerste vraag kort te beantwoorden of dat mogelijk is. Je kan inderdaad met grafieken gaan werken binnen een FSC. Er zitten er een aantal standaard in als u onder een bedrijf gaat bijvoorbeeld en daar onderaan het tabblad Charts kiest. Dat zijn voorbeelden van HiChart dashboards. Dat is een HTML5 dashboarding tool die we effectief geïntegreerd hebben binnen een FSC en standaard een aantal aanbieden. Wenst u die zaken te gaan aanpassen, dan moet u ofwel HTML5 kennis hebben of u kan beroep doen op een van onze consultants. Wanneer u de klikuitbreiding neemt bij FSC, dan krijgt u ook de dashboards die standaard door ons ontwikkeld zijn ter beschikking, maar uiteraard zullen daar misschien ook nog enkele zaken moeten dan aangepast worden. Ofwel gaat u dat zelf leren door middel van een training, ofwel laat u het inderdaad door een van onze consultants dat opnemen. Ook hier zal ik voorstellen, Lies, dat uw accountmanager met u contact zal opnemen om dit verder te bespreken. Goed, voordat we naar de vraag van Rolf gaan, want daar gaan we mee afsluiten, even de vraag van Wilfred nog. Moet je voor gebruik van de app FSC in de cloud gebruiken of kan je dat ook als dat op je eigen server staat? Dit kan beide. Dit kan beide. Het maakt gewoon natuurlijk een connectie naar de serveromgeving. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat de server dan toegankelijk is via de website en via de webomgeving. Dus moet je de webserver openen. Op uw eigen serveromgeving natuurlijk. Ja, dat is daar inderdaad wel belangrijk bij. Trouwens, misschien nog even meegeven van de app. Het is ook zo dat de app offline kan werken, maar enkel met de data die reeds geraadpleegd is geweest door de mobiele app. Dus dan spreken we eventueel over cachegeheugen. Ja, dat was ik daar straks nog even vergeten te vermelden. Dus de app, de data, de records die reeds geopend zijn, kunnen ook offline terug opgeroepen worden. Dus dat ook belangrijk in dit verhaal. Ik zie Lies dat u mij ook nog vraagt van wie u de accountmanager is. Wel, dat ben ik, dus ik zal met u contact opnemen. Oké, dan is dat ook meteen opgelost. Rolf, ik ben iets te laat ingelogd. Kan ik nog iets terugkijken? Jazeker. Jullie krijgen sowieso na het webinar vandaag nog de verschillende slides krijgen jullie. Online te raadplegen. Daarnaast hebben we ook een opname gemaakt van het webinar en deze zal volgende week ook de link daar naartoe ook verzonden worden naar jullie. Ik denk dat we hiermee het webinar kunnen afsluiten als er geen laatste vragen meer zijn. Jullie ook allemaal bedankt voor het volgen. Dus volgende keer is het 12 december ook weer op een woensdag. Zelfde tijd, zelfde plaats. En dan wil ik jullie graag bedanken voor jullie aanwezigheid. Dank u wel. Ja, dank jullie wel.